Welkom bij de 6e aflevering van Jodan Boys Report. Vandaag in de hoofdklasse B de eerste Groene Hart Derby. Jodan Boys tegen Sportlust 46 uit Woerden. Na weken van spelen tegen koplopers en reeds gearriveerde ploegen in de hoofdklasse B is het nu een nieuwkomer dat op bezoek komt bij Jodan Boys. Het is Sportlust 46 uit Woerden. De Woerdenaren bezetten op dit moment de laatste plaats waar Jodan Boys zesde staat in de competitie. Allereerst de namen die trainer Dennis van den IJssel het veld instuurt. Op goal natuurlijk Marvin Straver, achterin de bekende namen Dom Mimpen, Roald Heerkes, Bram van Loon en Mike van Oostrom. De controleurs op het middenveld Leroy Brank en Mo Bellachen en de vier aanvallend ingestelde spelers Mitchell Heerkes, Jorn van Lunteren, Enzo Huntink en Ahmed El Azouti. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Jansen en zijn assistenten Aykan en Otten. Al vroeg in de wedstrijd is het Jodan Boys dat kijkt naar mogelijkheden voorin. Hier aan de zijkant, bal op Mitchell Heerkes, voorzet. Bal belandt dan via El Azouti bij Jorn van Lunteren, maar die schiet over. Hekkensluiter Sportlust laat dan ook van zich horen en komt eigenlijk niet om hier zuinig een puntje weg te halen. Het is hier Mitch van der Vlis die uithaalt, maar Marvin Straver kan makkelijk redden. Maar Jodan Boys laat zich niet van de wijs brengen door het strijdplan van Sportlust. Jodan Boys blijft gewoon het eigen spelletje spelen. Hier zit Roald Heerkes, die kan ver oplopen over de middenlijn. Lange bal op Mitchell Heerkes. Die neemt aan, maar grijpt dan direct naar zijn hamstring. En dat ziet er niet best uit. Geeft zelf ook aan dat hij gewisseld wil worden. Moet er dus af met een hamstringblessure. Spijtig voor hem. Nog geen 6 minuten gespeeld en de wedstrijd is voor hem al over. En dan Sportlust weer in de aanval. Uitenboogaard op Merk, op Van der Vlist, Kuurdal. Uitenboogaard, terug op Kuurdal. En dan begaat Jorn van Lunteren een overtreding volgens scheidsrechter Jansen. Vrij trap voor Sportlust op een metertje of 25. Vrij trap wordt dan snel genomen. Bal op Merk, die geeft voor. En die bal die zeilt dan over Marvin Straver op de lat. Maar het gevaar wijkt uiteindelijk. Dan is het wederom een ingooi voor Jodan Boys. En zoals in eerdere afleveringen gezegd zijn er bijna corners. Hier is het Leroy Brank. En dan is het El Jebli die een doelpunt moet voorkomen. Hoekschop Jodan Boys. Die wordt getrapt door Mo Bellachen. El Jebli bokst dan niet helemaal top weg. Dan is het Jorn van Lunteren. Puntertje. En dan is het weer El Jebli die reddend op moet treden. Nog een corner voor Jodan Boys. Ook deze corner wordt getrapt door Mo Bellachen. Bal komt op de hoofd van Leroy Brank en belandt in het dak van het doel. Zo is Jodan Boys dus nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Hier een bal van achteruit. Bal komt bij El Azouti. Dan is het Huntink die uithaalt. El Jebli moet redden. El Azouti. Bal komt bij El Yagoubi. Die heeft te veel tijd nodig. Bal wordt dan weggewerkt. El Yagoubi begaat een overtreding. En zo is deze kans verkeken. Het is niet de meest hoogstaande wedstrijd, maar het publiek vermaakt zich uitstekend met alle strijd en passie die in deze wedstrijd wordt geleverd door beide ploegen. Jodan Boys dan maar weer met Mimpen, bal naar voren. Bal valt dan goed, het is El Azouti die dan hier aan de bal komt. Die legt dan terug en dan is het Mo Bellachen van randje 16 die hem binnenschiet. En zo staat het 1 tegen 0, een terechte voorsprong voor Jodan Boys, aangezien ze al ruim een kwartier in de aanval zijn en echt op zoek zijn naar de goal. Hier nogmaals ze terugleggen en Mo Bellachen van net binnen de 16 die scoort. Dan denkt Sportlust hier 4 minuten na de goal van Bellachen terug te komen, maar is het scheidsrechter Jansen die aangeeft er is geduwd, goal wordt geannuleerd. Tweede helft dan. Jodan Boys dat gelijk weer begint met druk zetten. Snel zoek naar die 2-0. Hier is het El Yagoubi die de bal ontving van Jorn van Lunteren. Zoekt ruimte voor een paas. Bal blijft dan hangen. Bellachen, Huntink, El Yagoubi weer.
zoekt naar ruimte op de buitenkant. Heeft een knappe actie. Bal wordt dan teruggelegd op Van Oostrom. Voorzet. Dan is het Mimpen die is meegekomen. En die kopt net over. Goede kans voor Don Mimpen. Lekker uitgespeeld door Jodan Boys. Zevende minuut, tweede helft. El Jebli met de lange bal van achteruit. Brank wint het kopduel. Sportlust krijgt die bal niet echt lekker weg van achteruit. Hier is het Jodan Boys weer dat kan gaan aanvallen. Hier Brank zoekt goed de zijkant. Vindt El Azouti. Bal naar Hunting. Die wordt naar de zijkant gedreven. Zoekt de actie. Kijkt of hij voor kan geven. Mo Belachen. Moeite met de controle. Maar heeft hem dan uiteindelijk toch. El Azouti. Die gaat dan hier langs zijn man. En dit lijkt me een penalty. Maar scheidsrechter Jansen beslist anders. En zo blijft het 1-0. Sportlust dan in de counter met Martijn Jansen. Bal werd teruggegeven aan het midden. Wederom weer Jansen. Voorzet, dan is het Mitch van der Vlist en die kan net niet bij de bal. En zo blijft het dus ook 1-0. Goede kans ook voor Sportlust. Dat laat zien dat het toch zeker niet geslagen is. Inrooi van Jodan Boys. Jorn van Lunteren gaat naar de zijkant, wordt hier dan hard geraakt. Echt hard en hard geraakt door Robin de Meijer. En wat doet scheidsrechter Jansen? Ja, hij gaat voor ons achter de paal staan. Dat is dan niet zo handig. Leroy Brank geeft het nog een keer aan. Want er is geen intentie om de bal te spelen. Hij gaat op zijn been staan. De Meijer moet zich melden bij Jansen. Ja, en u ziet het aan de reactie van de spelers van Sportlust. Dat is een rode kaart. Robin de Meijer. Sportlust dus verder met 10 man voor het resterende half uur. Uit de boog gaat op Kuurdal. Lange bal op Van de Vlist. Dan is het hier Hoogveld. En dan is het de knappe redding van Marvin Straver. El Jebli onder druk gezet. Levert dan de bal zo in bij Mo Belachen. Ziet de ruimte op rechts. Don Mimpen. Terug bij Belachen. Die mag zo doorlopen. Bal terug op Mimpen. Die ziet dan Belachen weer op de 16 staan. En schot wordt geblokt en gaat maar net naast. Jodan Boys heeft het sinds de rode kaart van Sportlust gewoon moeilijk met Sportlust. Leunt wel terug, probeert er op de counter uit te komen, maar dat lukt nog niet zo goed. Hier is het dan wederom Sportlust. Bal wordt dan weggehaald. Het is uit een boog die de bal aan de zijkant geeft. Bal wordt dan voorgegeven. Heerkes kopt weg. El Yagoubi hier. Die is zijn man dan kwijt. Lange bal naar voren. Dan is het geen buitenspel voor El Azouti. Die kan door. Bal op Waandels. Waandels 1-1 op de doelman. Maar hij wordt hier neergehaald door de nummer 12 van Sportlust. Dat is Mike Verhagen. En wat doet scheidsrechter Jansen? Ja, die geeft in de blessuretijd van de tweede helft de tweede rode kaart aan Sportlust. En wat rest is een vrije trap voor Jodan Boys. Ja, die heb ik niet gezien, nee. Nee, dat was wat rechts hoor, Nick. Ja. Mobelachen gaat deze bal trappen. Oh, Jebli heeft de muur neergezet zoals hij hem wil hebben. En met één handje tikt hij hem dan op de lat. En zo blijft het nog steeds 1-0. Scheidsrechter Jansen trok twee keer veel blessuretijd bij. Omdat er veel blessurebehandelingen waren. En daarin zet hij de tijd stil. Kan Sportlust dan nog wat uitrichten? Op dit moment niet, want ze maken een overtreding op El Yagoubi. Jodan Boys mag de vrije trap gaan nemen. 7 minuten in de blessuretijd. Maar scheidsrechter Jansen wacht daar niet op. Hij vindt het wel welletjes zo. Jodan Boys wint van de hekkensluiter met 1-0. En zet zo de goede lijn van de eerste periode door. Na deze 1-0 overwinning staan we naast trainer Dennis van IJssel. Dennis, als ik zeg niet goed, maar wel terecht? Niet goed, dat klopt zeker. Van tevoren hadden we al het idee van een moeizame wedstrijd tegemoet gaan. Waarin je weet dat je verdedigend in grote ruimtes komt te verdedigen. Want de Sportlus heeft natuurlijk minder punten en komt niet om het Gouwse publiek te vermaken. En dat de ruimtes zeg maar, aanvallend ook klein zouden zijn. Ja, wat dat betreft ben ik gewoon ontzettend blij met het resultaat. Omdat het inderdaad een hele moeizame wedstrijd was. Ik denk wat je zegt dat we wel terecht gewonnen hebben. Maar aan de andere kant zijn er ook een paar momenten geweest dat het niet tegen zat. Dat Sportlust zeker ook in de tweede helft een aantal keer heel gevaarlijk was. Goal wordt afgekeurd. Ja, dat zit nu even aan de goede kant. Ja, in vergelijking met vorig seizoen is dit seizoen eigenlijk dit soort wedstrijden win je nu waar je ze vorig seizoen verloor?
Nou ja, kijk, we spelen vandaag een wedstrijd tegen een ploeg wat te vergelijken is met vorige week. De eerste periode hebben we bijna alle ploegen uit het linker rijtje gehad. En die spelen met hun elftal wat meer naar voren. Ook omdat ze natuurlijk ook meer punten hebben, meer vertrouwen. Ik vind het heel terecht de keuze die Sportlust maakt. Ik denk dat ze dat vandaag, dat de trainer dat goed heeft neergezet. Alleen dan hebben wij een ander strijdplan. We hebben meer de bal en in de andere wedstrijden hadden we... met een ander strijdplan konden we zeg maar resultaat halen. En daarom ben ik gewoon ongelooflijk blij met deze overwinning. En ja, ondanks dat het niet goed was, is het wel zo dat je 3 punten overhoudt. Ja, eerste helft hebben jullie wel de bovenhand. Jullie spelen iets beter. Zij krijgen dan ook kansen. Tweede helft, zeker het laatste gedeelte, draait het zich eigenlijk een beetje om. Ja, kijk, je weet vanaf de eerste rode kaart zeg maar, dat je met een 1-0 voorsprong dat zij nog meer risico moeten nemen. Ja, dan vind ik dat wij verzuimen om uiteindelijk gewoon tegen een ondertalsituatie om de wedstrijd zeg maar, dood te maken. Klinkt niet zo eerbiedig, maar je begrijpt wat ik bedoel. In plaats daarvan blijft het een hollen en vliegen wedstrijd. Hè, waarin je tot het laatste moment niet gerust op de bank zit. Maar goed, dat is ook weer een punt, daar moeten we mee verder. Tegen de jongens ook gezegd, we krijgen nu een serie wedstrijden waarin we wat meer het spel zullen moeten maken. Nou, dat is iets wat we in het begin van het seizoen niet hebben hoeven doen. Nu wel, dat vraagt ook weer andere kwaliteiten. Nou ja, soms hebben we dat heel goed gedaan vandaag. Maar ook momenten dat we dat niet goed hebben gedaan. Maar dan is het lekkerder met een overwinning op zak om het daar met elkaar over te hebben dan wanneer je puntenverlies oploopt. Ja, volgende week Spijkenisse, dat is volgens mij de laatste uit het linkerrijtje. Ze staan nu onderaan het linkerrijtje. Ja, wordt dat ook weer zo'n stugge wedstrijd? Nou, vind ik heel moeilijk om in te schatten. Heel eerlijk gezegd, maakt het me ook niet zoveel uit tegen wie we spelen. Tegen die jongens ook gezegd, wij hebben tot op zekere hoogte invloed op het resultaat. En al die dingen die we zelf kunnen beïnvloeden, daar ben je mee bezig door de week, 3 keer in de week. En ook met je bespreking en niet zozeer zeg maar, de tegenstander. Ik denk dat wij op dit moment gewoon goed spelen naar onze mogelijkheden. Aan de andere kant zijn er ook dingen die nog niet zo goed zijn. Dat kunnen we aardig verbloemen. Ja, en daar zul je gewoon aan moeten werken. En dan met name de spel in balbezit. Heb ik de eerste helft gewoon hele goede dingen gezien. Roald die erg veel ruimte kreeg in de opbouw. Ik vond dat hij dat prima invulde. Met een aantal goede lange ballen aan zijn kant. Die hij achter de verdediging kon krijgen. Waar ook zeg maar, de goal uit ontstond. We hebben momenten gehad dat we het middenveld goed aan de bal konden krijgen. Maar ja, het is alleen bij 11 tegen 10. Dan wil je hem uitspelen de wedstrijd. En wil je hem controleren. En dat is niet gebeurd. Het was tot het einde was het spannend. En had ook Sportlust uitzicht op een goed resultaat, denk ik. Ja, dan begin van de wedstrijd. Mitchell Jerkes, vlot geblesseerd. Lijkt een hamstringblessure. Is daar al wat over bekend? Ja, ik denk inderdaad een hamstringblessure. Mitchell die had een kneuzing opgelopen op zijn heup donderdag. Wanneer het een beetje warmer werd, dan ging dat wel. Maar dit was voor ons ook verrassend. Had er ook helemaal geen last van of geen indicatie. Dus dat is een vervelende blessure. Want een hamstringblessure, daar ben je niet 1, 2, 3 zeg maar, van hersteld. Dus ik hoop dat het een lichte verrekking is. Maar ja, als het een spierscheuring is, dan zou dat wel eens een aantal weken kunnen duren met Mitchell. Maar vervangers genoeg? Nou, ik vind het, kijk, Mitchell is vorig jaar speler van het jaar geworden. En is dit seizoen ook weer heel nadrukkelijk aanwezig. Ik heb wel eens gelezen dat Mitchell een van de beste linkspoten is in de hoofdklasse. Nou, daar sluit ik me bij aan. Want het is een jongen gewoon in het positiespel, maar ook met zijn spelervatting gewoon, wat zo'n belangrijk wapen is. Dus dat zou voor ons echt een aderlating zijn. Want het elftal, zoals het staat, wil je graag laten staan. Ik moet zeggen dat Joe het goed inviel. Die is in het tweede elftal, doet hij het erg goed. Dat is ook de reden dat hij zichzelf eigenlijk beloont. En in een moeilijke wedstrijd voor hem heeft hij aanvallend voor dreiging gezorgd. Maar daarnaast ook gewoon het elftal heel erg geholpen met heel veel arbeid. Dus heel vervelend voor Mitchell en ook voor de ploeg. Joe heeft dat vandaag goed ingevuld. En na trainer Dennis van IJssel staan we naast Roald Heerkes. Roald, allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Moeilijke wedstrijd, 3 punten en jullie hadden achterin ongewoon veel te doen. Maar het komt ook door de speelwijze van Sportlust. Veel lange ballen. En ik denk dat wij niet lang genoeg in balbezit bleven om achterin rustig te houden. En jullie beginnen de wedstrijd zoals we eigenlijk wel gewend zijn. Proberen de wedstrijd te domineren. Hebben balbezit. Zij komen er wel een paar keer nog gevaarlijk uit. Ja, dat is een beetje het risico van hoe wij spelen dan op zo'n moment. Kijk, als het niet eerste helft liep het nog redelijk bij ons. En we zijn langer in balbezit gebleven dan de tweede helft. Maar het is natuurlijk ook gevaarlijk. We hebben veel mensen voor de bal. Als je hem dan verliest door slordigheden, dan is het
de bal snel aan de andere kant in ieder geval. Dus dat is dan vaak een probleem. Maar goed, we hebben het wel opgepakt. In de zin van verdedigend stond het redelijk. Ja, zeker eerste helft. Jij krijgt wel veel ruimte in de opbouw. Goede lange ballen. En dan komen jullie uiteindelijk ook uit een lange bal van achteruit op de 1-0. Ja, klopt. Ja, ik kreeg heel veel ruimte. Eigenlijk zoveel ruimte heb ik dit seizoen nog nooit gehad. Vorige week liet ze mij ook al aan de bal. Ik weet niet, misschien zeggen de analisten dat ik niet zo goed kan voetballen. Maar ik vind het niet heel erg om aan de bal te komen. En vaak die lange bal erachter is de enige oplossing als ze me zo lang niet aanvallen. Omdat iedereen dan eigenlijk wel gedekt staat. Dus misschien moeten we daar nog wat iets meer aan doen. Dat ik andere mensen ook aan de bal kan krijgen die een nog betere paas hebben. In ieder geval. Ja, tweede helft. Jullie staan dan 1-0 voor. Je verwacht Sportlust gaat komen. Ja, jullie domineren weer het eerste gedeelte. Maar na de rode kaart krijgen jullie het eigenlijk heel moeilijk. Ja, zie je vaker. Hè. Als ploegen met 10 man staan, dat je niet meer weet wat je met die vrije man moet doen. Dus ook wij hebben daar last van gehad. En ik moet zeggen, ja, als je 1-0 voor staat, dan ga je hem toch meer verdedigen dan dat je risico gaat nemen. Dus dan komen zij meer in de bal. Maar ik denk niet echt dat ze gevaarlijk zijn geweest. Nee, dan komt die tweede rode kaart. Dan wordt het helemaal eigenlijk makkelijker voor jullie. Ja. En dan sta je hier uiteindelijk met 3 punten. Maar wat is het gevoel bij jullie overeerst? Allereerst dat we gewoon de 3 punten moesten halen. Maar kijk, er is nog wel een hoop te doen. Maar ik moet zeggen, we staan nu met 18 punten, staan we 5e. En we staan 10 punten los van de PD-plek. En daar kijken we als eerste naar. En we zijn gewoon tevreden dat we hier hebben gewonnen. Want het is altijd een lastige wedstrijd, streekderby. Dan gaat het niet altijd om mooie voetbal, dan gaat het ook gewoon om punten halen. Ja, je loopt ook een beetje moeilijk. Wat heb je gedaan? Ja, tikkie gehad. Moet even kijken wat het is, maar kom maar weer goed. Ja, het gaat lekker met de familie Heerkens dan vandaag. Je broer er vroeg uit, jij loopt ook al mank. Ja, ik ga er niet zo snel uit te zeiden. Moeders kan vanavond in de zorg. Ja. Volgende week Spijker Nisse, stugge ploeg. Weer 3 punten en dan ook maar weer lelijk. Liefst met mooi voetbal natuurlijk, maar als het lelijk moet, dan gaat het lelijk. Ik heb geen idee hoe Spijker Nisse voetbalt. Maakt ook niet zoveel uit, we moeten van eigen kracht uitgaan. Dus dat is het. En dan heeft u vandaag weer kunnen genieten van de samenvatting van Jodan Boys Report. De wedstrijd Jodan Boys Sportlust 46. Bedankt u voor het kijken, laat graag een blauw duimpje achter en we zien u graag de volgende keer weer.